Zegt die bewaker tegen mij, mag ik je idee even zien? Nee. En mijn vriendinnen waren al binnen. En ik dacht echt, zie ik er zo jong uit? Zie ik er echt uit alsof ik nog geen 18 ben? Hey, lieve Daphne. Hey, Lot. Hi, schat. Hoe is het? Het is goed. Wij zijn naar Brigitte Kaandorp geweest. Ja, voor wie de kerstaflevering heeft geluisterd. Die weet dat ik dit cadeau heb gegeven aan Lot voor de verjaardag. En ook een beetje voor mij. Je geniet er toch met z'n twee van. Wij zijn inderdaad naar Brigitte Kaandorp geweest. In het Luxor. In het Luxor. Dat was deze week inderdaad. En daarvoor zijn we nog uit eten gegaan. We hebben tijdens veel geld uitgegeven. Oh mijn god. Hou heel op. Heel maat salaris doorheen gejat met z'n tweeën. Dat gaat helemaal nergens over. Maar nadat we bij Brigitte zijn lang geweest, zijn we nog even de stad ingegaan. Ja, even drankjes gedaan bij Witte de Wit. En het was weer helemaal van oud. Nou hè, het was bijna alsof corona nooit bestaan heeft. Maar snap je wat ik bedoel? Ja. En daar wou ik het eigenlijk heel erg graag over gaan hebben vandaag. Over uitgaan. Omdat ik laatst op carnaval was. Op carnaval. En toen de dagen daarna heb ik echt... Oh mijn god, ik heb moeten overleven door mijn kater. Ik was helemaal naar de tering, maar ik heb wel een hele leuke avond gehad. Alleen jij was tegelijkertijd dat ik op carnaval was... Mm-hmm. In je stories aan het vertellen dat je zo'n FOMO had. Enorm. Ja. Omdat je eigenlijk moest werken. Nou, niet eigenlijk. Ik moest gewoon werken. Het was een wel overwogen beslissing om niet te gaan. Want het ging gewoon niet. Jij bent gewoon slim om dan gewoon niet uit te gaan. Ja, het had gewoon niet gekund. Ja, daarom wou ik heel graag deze aflevering maken. Omdat jij in dit verhaal in ieder geval de verantwoordelijke keuze had genomen om niet uit te gaan. En ik heb de domme keuze gemaakt om wel uit te gaan. Maar ik heb wel een hele leuke avond gehad. En daarom wou ik het gaan hebben over uitgaan als 25-plusser, volwassene. Mm-hmm. Nu je ouder wordt, je wil nog steeds uit, maar je hebt eigenlijk heel veel verantwoordelijkheden. Hoe gaan we daarmee om? En hoe dat dan dus anders is wanneer je 18 bent? Om die vergelijking te maken. Ja, laten we hem op 18, 19 gooien. Ja. Gewoon dat je wel uit mag, maar je bent nog wel in je tienerjaren. Ik kan me trouwens voorstellen dat er ook wel mensen zijn die luisteren die ook weer een heel stuk ouder zijn dan wij zijn. 30, 35, 40, 45. Ja. Die denken... Wat? 5, 6 jaar verschil, daar voel je toch helemaal niks van? Ja. Voor hun zal het ook wel weer heel anders zijn. Ja, maar de katers die ik nu heb in vergelijking met toen ik 18 was, zijn anders. Maar ik hoor ook van 30-plussers dat de katers wel echt heel erg worden op een gegeven moment. Dus daar heb ik wel een beetje geknepen billen voor. Oh god, ja. Oké. Ja, dus het wordt erger. Hey, we beginnen vandaag niet met een stelling, maar met een dilemma. Een dilemma? Een dinsdag dilemma. Ook al is het geen dinsdag. Een donderdag dilemma. Een donderdag dilemma. Oké. Je mag er één kiezen. Ja. Een goede dag op kantoor of een extreem leuke avond? Ja, sowieso een goede dag op kantoor. Ja? Ja, sorry. Ja, toch wel. Oh. Ik heb gewoon... Maar dat is gewoon gebaseerd op mijn eigen ervaringen. Ik heb betere goede dagen gehad op kantoor dan extreem leuke avonden in mijn leven. Ja, ik heb meer extreem leuk. Ja, weet je wat het is met mij? Ik hou heel erg van heel productief zijn en daar word ik heel gelukkig van. Als ik niet productief ben, dan ben ik niet gelukkig. Ja. Maar ik leg ook zoveel waarde aan... herinneringen. En ik snap dit, maar voor mij is een extreem leuke avond ook gewoon heel uitgebreid dineren met mijn vrienden. En dan wel gewoon om 12 uur in mijn nest liggen, zodat ik om 8 uur op kan. Of om 7. Okay. En heb je alsnog gewoon goed geslapen, snap je? Ja, ik snap wat je zegt. Maar ja, dan gaan ze weer naar de kroeg of naar de club en dan denk je, oh wat leuk, zin in. Daar zit je dan. Daar zit je dan mee back. Helemaal kut. Hey, ik heb onze luisteraars op Instagram gevraagd hoe uitgaan anders is als 25-plusser als dan het vroeger was. Oké, ben benieuwd. Als je ons wil volgen op Instagram, dat is @grotemeisjes.depodcast. En als je onze privéaccounts wil volgen, dan is het Daphne in the Trees. En Lot knows best, als in, ik weet het beste. En ik leef in de bomen. En jij leeft lekker in de bomen. Ja. Nou, de Instagram reactie die ik kreeg was, nu ik ouder ben, dans ik meer en ben ik minder met anderen bezig. Oh, goeie. Toch? Ja. 10 keer ergere katers en die duren dan 3 dagen. Dat herken jij? Nou, ik zou niet zeggen... Nou kijk, toen ik 18 was, kon ik echt gewoon hele nachten doorhalen. En er was echt oprecht niks aan de hand. Ja. En dat kon ik dan ook gewoon 4 keer in de week. Dat heb ik nu absoluut niet meer. Maar ik weet ook dat het nog niet zo erg is als bijvoorbeeld mijn zus van 31. Hmm. Die sterft gewoon 2 weken lang. Die heeft ook 2 kinderen gehad. Dat doet ook wel iets met je lichaam, toch? Hou opschuit met mij, hoor. Goed. ik ga minder of minder hard, omdat ik werk en kinderen heb. Ja, nou, dus je gaat minder hard. Dus doe maar 2 wijntjes. Omdat je werk of kinderen hebt. Want mensen hebben natuurlijk ook kinderen. Meid. Ja, uitgaan terwijl je kinderen hebt. Dat is toch onmogelijk? Want stel je voor, je hebt een kater en je moet gewoon je kind uit bed halen naar school. Zo, sta je op dat schoolplein met een kind. Ergens is het ook wel grappig. Omdat
Ik zou bijna zeggen, je moet het een keer hebben meegemaakt. Ja, maar 100%. Ja. 100%. Goed. Tijd is meer kostbaar door werk. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja. Gewoon je tijd wordt meer kostbaar als je... Ja, toen ik 18 was, kon ik echt letterlijk doen en laten wat ik wil. Het boeide allemaal helemaal geen kut. Iemand zei, en dit vond ik heel grappig, want dit is echt wel way back. Maar ja, vroeger had je geen telefoon, dus had je minder internet shaming. Oh, ja. Dus als jij helemaal naar de Getver ging in de club, dan hoeft hij niet bang te zijn om op dumper te eindigen. Maar ook die FOMO. Die FOMO bij mij, die ontstond doordat ik jou gezellig zag carnavallen. En ik dacht, oh, fuck, daar had ik ook bij willen zijn. Leuk. Ja. En inderdaad, dat komt door social media en die telefoon. Je wordt geconfronteerd met dat je ergens niet bij bent. Ja. Ja. En eerlijk, ook als ik op een feestje ben en ik verviel me een beetje, dan pak ik zo snel die telefoon. Ik had wel graag gewild dat ik echt in de tijd uitging dat... Want ik ging pas uit toen ik 18 was, dat er gewoon geen telefoons waren. Ja. Dat is echt wel een vibe, hoor. Dan had je ook van die schuimfeesten. Oh, dat heb ik ook nog een keer meegemaakt. Heb je dat meegemaakt? Ja, maar ja, toen was ik wel echt jong en het was op zo'n camping. En ik was heel grappig. Maar dat moet je nu echt niet meer doen, want dat kan niet. Samen met mijn zusje. En we waren een beetje naar binnen gesneakt, want we waren er eigenlijk te jong voor. Oh. In een schuimfeest. Maar er kwam zoveel schuim uit die machine. Nee, maar dat slaat nergens op. We waren echt helemaal bedolven en we raakten in paniek. Mijn zusje die kon niet ademen, overal was schuim. Dus ik heb weer echt zo uitgetrokken en we zijn... teruggegaan naar onze ouders. Hoe oud was je? Ik denk dat ik 15 was, dus zij was toen 12 of zo. Oh, veel te jong. God. Het was inderdaad volgens mij een 16 plus party. 16 plus, oeh. Ja, voor mij kan... Je neemt toch gewoon 12, dan neem je niet iemand mee die 12 is. Maar goed. Nee, oké. Maar ja, goed. Hè? Ja. Iemand zei, je merkt opeens dat je ouder bent als je jongere mensen hoort praten in de rij. Ja, maar dat heb ik ook buitenfeesten om, hoor. Ja, maar 100%. Maar het is een rare switch om... Bijvoorbeeld, ik was dit weekend in de club... En toen kwam ik twee meiden tegen en die herkenden me van de podcast. Mm. En ik zei, hoe oud zijn jullie? Ja, 18. En dan sta ik daar wel en dan denk ik, oh ja, voor mijn gevoel heb ik twee keer geknipperd en ik ben opeens 25. Maar dan kijk ik naar ze en denk ik, zo ja, dit ben ik ook helemaal niet meer. Nee. Holy shit. Hoorde je dat mijn stem oversloeg? Nee. Nee, maar ik snap je helemaal. Wat ik wel had, afgelopen week ging ik met drie vriendinnen naar het NRC Café. Hele mond vol. Een classic. Ja, en het was heel druk. Er waren heel veel mensen binnen. En er waren heel veel mensen om ons heen. En we lopen zo die trap op. En twee van mijn vriendinnen gaan door langs de beveiligers. Hulp, naar binnen. Andere vriendin gaat erin. En ik kom omhoog. Zegt die bewaker tegen mij... Mag ik je idee even zien? Nee. En mijn vriendinnen waren al binnen. En ik dacht echt, zie ik er zo jong uit? Zie ik er echt uit alsof ik nog geen 18 ben? Ik had gewoon hakken aan en zo'n hairclip van Marie Claire in mijn haar, weet je wel? Ja, yeah, but you're just a cutie. Dat is het. Ik denk het. Het zal wel door die ogen komen of zo. Ja, maar het wordt mij wel vaker gevraagd als ik met mensen ben die ook jonger zijn. Maar alleen wordt het me eigenlijk nooit meer gevraagd. Nee. Wordt het bij jou gevraagd als je alcohol haalt? Nee, niet meer. Heb ik wel ook heel lang gehad, maar inmiddels niet meer. Als ik make-up op heb, dan wordt het nooit gevraagd. Mm-hmm. Als ik geen make-up op heb, wordt het soms gevraagd. En als ik met andere net zulke oude mensen ben, dan wordt het nooit gevraagd. Ik lijk ook altijd jonger wanneer ik mijn koptelefoon op heb dan wanneer ik mijn oortjes in heb. Maar 100%! Gek want is dat, jij bent gewoon zo'n klein Disney figuurtje wat rondloopt met je kleine hakjes en dingetjes en datjes. En dan dat koptelefoontje op je hoofdje met een ponietje erbij. Ja, ik weet het niet, man. Oké, Heb je nog meer inderdaad? Ik ben benieuwd. Ik heb nog één punt. Oké, ja, vertel. Iemand zei, ik ken nu mijn grenzen beter en ik ben zelfverzekerder. Oh ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Want... Maar als in, je weet heel goed wat je aan het doen bent of wanneer je naar huis gaat of wat wordt daarmee bedoeld, denk je? Dat weet ik niet. Voor mij in ieder geval was het heel erg grenzen beter kennen in sociale vorm. Oké, ja. Van met mannen omgaan en wanneer... Ik kan nu veel beter inschatten of een man slechte intenties heeft bij me. En ik kan heel veel sneller... ik weet niet, ik ben veel voorzichtiger met wie ik toelaat. Vroeger liet ik alles toe en iedereen toe, omdat ik gewoon nog zo nieuw erin was. En dit is wel echt gelijk de dark side van het uitgaan. Ja. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Jij zei ook net van ja, ik zou best wel uit willen gaan in de tijd waarin telefoons nog niet normaal waren. Ja. Maar nu hebben we die telefoons, zodat ik jou een berichtje kan sturen als ik veilig thuis ben gekomen. True, dat is heel erg waar. Ja. Ik moet ook echt, als ik terugdenk aan hoeveel keer ik... In de diepte van de nacht in mijn eentje over straat heb gelopen. Soms krijg ik gewoon een soort van lig ik in bed en dan krijg ik een soort van paniek over vroeger. Het slaat natuurlijk nergens op, want ik ben nu gewoon veilig. Yeah. Maar soms denk ik echt bij mezelf van Lot, jij hebt jezelf soms echt jij hebt soms echt dingen gedaan die gewoon niet veilig waren. Yeah. Holy fucking shit. Ja. Yeah.
Ik ben ooit in de auto gestapt bij twee guys die ik vaag kende van werk. Ja? Like, met mijn 18 jaar. Like, ben je gestoord of zo? Dat is echt, what the fuck? Daar kan ik echt gewoon letterlijk nu opeens weer paniek van krijgen. Dat ik denk, waarom heb ik dat gedaan? Oh mijn god, wat is er mis met mij? Ja. Gelukkig ben je er heel uit uitgekomen. Ja, dus ook iedereen die luistert, luistert nu naar 25-jarige mij. Stap niet zomaar in de auto. Hele slimme tip, inderdaad. Don't do that. Hey, we hebben natuurlijk net corona achter de rug. Wat zeg ik dat weer? Fucking Rotterdams. Corona. We hebben net corona achter de rug. Yeah, jongens, echt. Sinds ik die podcast maak, ik hoor mezelf elke dag. En mijn Rotterdamse accent is alleen maar erger geworden. Goed, hè, schat. We hebben net corona achter de rug. Ja. Yeah. Ik denk er wel vaak over na van, damn, wij hebben echt een paar jaartjes gewoon gemist, stilgestaan. Mm-hmm. Ik ben HBO gaan doen omdat ik het studentenleven wou meemaken. En de gewoon, eerste twee jaar heb ik gewoon alleen maar binnen gezeten. Yeah. En nu ga ik stage lopen en capstones doen en begint het volwassen leven al. Dus mijn studententijd is letterlijk van me afgepakt. Yeah. Zie jij een verschil of merk jij een verschil hoe je veranderd bent qua uitgaan als je kijkt naar voor corona en nu? Ik was sowieso, dat weet jij, dat denk ik dat veel mensen, als je trouwe luisteraar bent, dan weet je dat inmiddels ook wel. Maar ik ben nooit echt een uitgaander geweest en nog steeds niet. Maar ik ben dus nu, het weer kan, wel al een aantal keer uit geweest. Ik denk 3 keer of zo, dat zijn op 1 handen te tellen. En ik merk wel gewoon dat ik het allemaal echt wel slecht trek, om heel eerlijk te zijn. Maar ik weet dus gewoon niet of dat komt omdat ik ouder ben geworden. Komt dat omdat ik het niet meer gewend ben en corona heeft ertussen gezeten? Of is dit gewoon echt wie ik ben? En ja. Is dat gewoon, komt dat nu nog duidelijker naar voren? Ik weet het niet. Ik denk echt wel dat het gewoon is wie jij bent, hoor. Want jij bent nooit echt een hele uitgaander geweest. Nee. Laten we eerlijk, ik ken jou nu 8 jaar of zo. Ja. Nee, klopt. Jij bent nooit iemand. Jij bent altijd opeens heb je zo'n burst van, oh, we gaan naar dit feest. En dat ik dan denk, oh, ja. Nu moet ik hem pakken. Want als Daphne zegt, we gaan bijvoorbeeld bij dat feest in Rotown. Maar dat vond ik heel leuk. Die 80's party. Ik heb dit ook. Maar toen ben je ook niet lang doorgegaan, schat. Toen ben je tot 2 doorgegaan. Lieve schat, ik ben gebleven tot het licht aan ging. Hou je back. Ja. Oh, dat wist ik niet. Ja, ja. Maar bij mij is muziek een ontzettend bepalende factor. Ja, maar of ik het leuk vind en of ik het volhou. Ik ga gewoon niet op alleen maar doem, 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 doem. Dan ben ik na 5 minuten. Jij wil lekker meezingen. Ik wil meezingen, ik wil dansen. Gewoon, ik hoef niet eens de muziek per se mee te kunnen zingen. Maar ik wil wel gewoon dat het leuke muziek is. Ik ging wel laatst mee uit in Wunderbar in Rotterdam. En ik heb toen wel een ticket gekocht om de dansvloer op te kunnen gaan. Ik ben een ticket voor op de dansvloer? Ja, je hebt bij Wunderbar heb je letterlijk het bargedeelte binnen en buiten. Maar dat daarachter, oh, dat is Worm. Dat is Worm inderdaad, maar het zit soort van aan elkaar. Voor alle Rotterdammers die luisteren, weten nu waar we het over hebben. Als je binnen bent, lijkt het één stuk. Ja. Je loopt even trapje op, je gaat de deur door en je staat in de danszaal. En ontzettende fijne plek trouwens. Heel erg queer-friendly. Ik ben daar zoveel uitgegaan. Echt, als je een beetje creatief bent. Het is echt een plek waar ook veel kunstacademische studenten komen. Het is heel erg queer-friendly. Als je binnenkomt en je koopt een kaartje, word je ook tegengehouden bij de deur. En dan wordt er een gesprek met je gevoerd over consent. Wat ik echt super nice vind. Deze heb ik nooit meegemaakt. Ja, hè? Wat vroegen ze? Ja, gewoon van, ben je ervan op de hoogte dat we hier dat veiligheid boven alles staat. En consent staat bij ons heel hoog. En oh my god. Je moet voorzichtig met mensen omgaan. Vraag altijd netjes toestemming. En gewoon, ze willen echt een hele veilige omgeving creëren. Ticket was maar €5. Dus dat is echt een scheet. Dat is gewoon niks. Dus ik denk, weet je wat? Ik probeer het gewoon. Mm. Ik kan die €5 makkelijk missen. Ik ben met mijn vriendinnen. We hebben het leuk. Ik ga mee. Maar na 10 minuten was al mijn energie al uit me gezogen. De muziek vond ik verschrikkelijk. Het was veel te donker. De lichten waren echt zo dat je nog net geen epileptische aanval ervan kreeg. Het was zo warm daarbinnen. Nou, ik denk echt letterlijk 37 graden. Dat trok heerlijk. Dat trok ik heel slecht. En mijn vriendinnen gingen er heel goed op. En toen zei ik op een gegeven moment, ik ga terug naar het bargedeelte. Gaan jullie maar lekker dansen. En iedereen, weet je het zeker? Vind je dat echt oké? Vind je het niet erg? Blijf lekker hier. Geniet van je avond. Als ik het echt niet meer trek, kom ik even zeggen dat ik naar huis ga. Ik ga terug naar de bar. En weet je wat ik toen heb gedaan? Wat? I pulled a Lotta. Hold up, wat? Altijd als ik met jou ergens ben bij een evenement, sta ik altijd zo versteld van hoe leuk sociaal jij kan zijn met andere mensen. Met of zonder alcohol. Maar jij bent gewoon, je hebt goede social skills met vreemden. Je kan altijd bij mensen praatjes aanknopen. Ik kende niemand daar. Ik heb nog 2,5 uur met Jan en allemaal staan praten. Girl, I'm so proud of you. Ik ben gewoon met mensen gaan praten. Ik ben gewoon naar iemand toegegaan en heb gewoon een gesprek aangeknoopt. Hello, character development. I know. Dus God, dat damn. Ben ik wel aan het leren.
En dat vind ik ook heel erg leuk. En ik maar ben dat ook... is ook leuk aan uitgaan, man. Dat vind lekker ik, maar ouwe hoeren. Daar hou ik van. Dat ja. is het type uitgaan waar ik goed op ga. Dan heb je me echt. Dan kan ik ook heel lang doorgaan. Maar je moet mij niet op een of andere gare dansvloer zetten... waar het 37 graden is en waar de muziek knijterhard staat. Ik zeg je eerlijk, ja, ik snap heel goed wat je zegt. Ik hou ook heel erg... Ik ben, nu ik ouder ben, wel meer gaan houden van huisfeestjes. Ja. Ik heb daar wel... Ja, het feest moet inderdaad echt chill zijn en leuk. Ja. Trouwens, toen ik uitging op carnaval, gewoon even tussendoor. Oh mijn god. Ik ging carnavallen. En ik kom natuurlijk helemaal niet uit Brabant. En als Rotterdammer heb je altijd een soort van een aangeboren... Je hebt wel een beetje een aangeboren afkeer. Afwijking. Nee, afkeer naar carnaval. Maar goed, je kan mij echt overkant neerzetten. Ik kan het overkant wel leuk hebben. Goed. Maar toen op een gegeven moment zijn we alsnog met die hele vriendengroep geëindigd in een of andere technobunker. En eigenlijk vond ik het helemaal niet erg om niet naar Snolle Bollekes te hoeven te luisteren. Oh, ja? Ja. Dus wij stonden lekker ding, ding, ding. Jij zou, ik denk nee, echt, ik het was ook een kelder. Het was een kelder. En de wc's, het was zo stom, want iedereen was gewoon zo gewoon... De wc's, er was een urinoir van afgevallen of zo. En de hele wc stond onder het water. Oh, godverdamme. Maar het was ook gewoon, het was echt gewoon, ik denk echt dat jij schreeuwend weg was gegaan. Maar dit is de hele reden waarom ik nog nooit naar Toffler ben geweest in Rotterdam. Oh, Toffler! Want dit is echt, ik kan, techno, daar kan ik niet, ik kan daar niet mee. Ja, ik ben ooit in 2015 naar Toffler geweest, maar ik ga ook niet zo goed. Ja, ik hou een beetje van die, ik ben wel een beetje happy techno. Ja. Moet wel een beetje pling pling en er moet nog iemand iets doorheen zeggen. Maar daarom kom ik dus ook graag inderdaad bij plekken zoals Rotown, waar ze gewoon 80's parties geven. Ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik echt leuk. Ja, wij zitten nu wel echt gewoon heel Rotterdam op de kaart te zetten. Nou, dat is toch goed? Beetje levende brouwerij, hadseflats. Ja, dat ik vind is het zeker namelijk waar. 9 van de 10 keer, zelfs voor iemand die niet echt een uitgaander is, hoor ik het ook vaak om me heen. Uitgaan naar Rotterdam kan soms een beetje karig zijn. Nou, ik zeg je eerlijk, back in the day toen ik in 2016 heel veel uitging in Rotterdam. Toen was ik ook promotor voor heel veel feesten. Ja. En toen zat ik echt wel een beetje in die scene low-key. Toen was er echt wel heel veel te doen. Maar dat is veel weggegaan, dat is daarna een beetje dood gegaan. En corona is al helemaal een hele harde klap geweest. Ja. Waardoor er eigenlijk alleen maar goede festivals zijn. Dus ik hoop echt dat het uitgaansleven in Rotterdam gewoon weer even aangaat. Er was een hele tijd dat er echt van alles te doen was op de Koolsingel ook. En je had bar en dat is allemaal weg. Bar had je, maar bar werd op een gegeven moment echt een zwaar ghetto. Bed, weet je bed nog? Bed! Bed! Ja. Waar ze ook op dinsdagavond studentenavond hadden. Ja, joh, meid, je had zoveel. Yeah. Ja, maar dat is allemaal weg. Dat is allemaal weg. Nou goed, als mensen weten van leuke plekken in Rotterdam, laat het zeker weten op onze Instagram, @grotemeisje.podcast. En als jullie uitgaan, wees dan voornamelijk heel voorzichtig. Blijf altijd bij je vrienden en cover altijd je drankje. I cannot stress this enough. Laat je vrienden nooit alleen, ook al lijkt de situatie zo veilig. Ja. Yeah. Maybe it's not. Laat ook altijd eventjes weten als je veilig thuis bent gekomen. Het is een cliché, maar het is wel waar. Snap je? En veiligheid boven alles. Ik heb het zelfs een keer gehad dat ik mijn ex gewoon heb gebeld. Van, hey, ik weet dat je in de buurt woont. Kan je even met me mee naar huis fietsen? Oh, I love that. And he did, right? He did. Oh, what a king. Yeah. We love him. Yeah. Schat, ik vind het een hele mooie afronding van de aflevering. Ik ook. Ik zie jou volgende week weer. Ik vond het gezellig. Gaan we even een drankje doen? Ja! Yeah! Leuk! Oké, nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Doei. Doei, doei. Hey, leuk dat je hebt gekeken naar deze nieuwe YouTube-video. Wil je nou alleen luisteren? Dat kan op jouw favoriete podcast-app. Dat kan zijn Spotify, Apple dat kan Podcast. Zijn Apple Podcast, Deezer, Jukebox. We hebben het allemaal. Vind je het nou leuk om ons te volgen op Instagram en TikTok? Dat kan op @grotemeisjes.podcast. Vergeet dat belletje niet aan te klikken. Abonneer. Doe het belletje aan, abonneer, reageer hieronder. En we zien jullie volgende week. Doei! Doei.